Kunt u ons met het boek erbij iets vertellen over uw tijd in Puerto Rico toen in 2000? Ja, hoe dat was. Dat was hartstikke leuk, want we zaten in een schitterend mooi hotel aan het strand. En als je in mijn boek kijkt, dan zie je bijna ook alleen maar foto's van het hele mooie hotel waar we van genoten hebben en wat minder van de bolen. Ja, we hebben daar heel veel gezien eigenlijk best wel. Hebt u het idee dat u door die ervaring een speciale band hebt gekregen met het land Puerto Rico? Ja, ik denk het toch wel een beetje, want ik heb er hele goede herinneringen aan. We hebben er niet zo heel erg goed gespeeld, we zijn niet zo hoog geëindigd, ondanks dat. En toch is het altijd in mijn gedachten gebleven. Waarom gaat u weg met kerst? Lekker naar de zon toe, heerlijk. Vorig jaar die sneeuw, die ben ik nog niet vergeten. Nee, ik wil heel graag lekker naar de zon toe, een beetje bijtanken. Maar eerlijk gezegd, zaterdagavond hebben we afgesproken met de familie. En dan komen we met z'n allen bij elkaar en dan gaan mijn schoonvader lekker koken. Dus dan vieren we toch nog een klein beetje. Wanneer vertrekt u? Zondagochtend. Polen, hoe bent u er eigenlijk bijgekomen bij die sport? Ja, mijn ouders deden het. Ja, ik deed eigenlijk altijd paardrijden, ik had eigen paarden. En ook bolen er eigenlijk gewoon bij. Paardrijden vond ik veel leuker. Maar ik bleek gewoon veel beter in bolen te zijn. Meteen van het begin bleek al dat u een natuurtalent was. Ja, blijkbaar, ja. Ja. Dus ja, toen ontmoette ik mijn man en die had nog heel veel verstand van bolen. Ja. Dus die heeft me nog verder geholpen. Ja, die trainde mij altijd en die coachte ook. Het is echt een bolfamilie, want mijn schoonzus die heeft ook in het Nederlands damesteam gezeten. Daar heb ik samen mee gebold. Wij zijn samen heel vaak Nederlands dubbelkampioen geworden. Dus daar, en trouwens ook de Europese kampioenschappen, de trio's, hebben we toen gewonnen in, nou, het jaar kwijt, 89 volgens mij ongeveer. Dus ja, en mijn schoonouders hebben altijd gebold, mijn ouders hebben altijd gebold. Alleen onze dochter, die houdt er helemaal niet van. Vindt u dat niet jammer? Nee, ze moet gewoon lekker doen wat ze zelf wil.